Het planwerk lukt besiekers voor de binnenstad. Dat kan er meer worden als de kuierroute aantrekkelijker maken wordt. De bestaande route is bekend. Er binnen lykwals ook alternatieven en die jou een oren ondervinding van het grien, het wetter, het bouwwerk en de stad. Deze film jouwt een beeld van wat je op elk van deze routes als bezieker ervaren zullen. De Joodijstige route. Van de parkeerplak A gaan je eerst een stuk werverom naar de Hantemerdijk. Je zorgt dan auto's en fietsers rijden. Na een werinrichting is het misschien wel mooier en gezelliger. Met bijgelijks wat extra beplanting en een terraske. Je rent over de Hantemerdijk en na de bocht zorgt je verderop de binnenstad. Laat je nog eens koffie trorrennen, dan kom je bij de bregen. Hier zorgt je het bouwwerk weer. Over de bregen heen kun je via de Alsemerpoort, bij de winkels en andere voorzieningsdeel. Zo komen je in de mooie binnenstad. Route A. Van het parkeerplak A rennen je in de richting van de binnenstad. Je gaat over een nieuw kuierpaad dat bij het waterdeel rent. Daar zie je het bouwwerk, de groene wal van de vesting, de bijmen en de bebouwing in de binnenstad. Wanneer je over het water gaat, dan zie je naar de bregen van de Alsemerpoort. Je rennen recht uit en gaat dan door de Alsemerpoort zo naar de binnenstad. Route B. Krekelijk als de vorige route, krijg je ook goed zicht op de stad. Je rennen maar een lietse bocht over het water en komen dan uit op het legere pad van de vestingswal. Je vernemen het verschil in hechten tussen het kuierpaad en het noorderbouwwerk. Je hebben ook zicht op de oude bregen. Daar rennen je heen en met een lietse bocht kuier je de Alsemerpoorten in de richting van de binnenstad. Route C. Nu gaan je recht over het water naar het hegere bouwwerk. Van de bregen af, dan kennen je van zien naar de Alsemerpoort bregen zien. Het paard rent recht over het water en via een trap kom je in een nieuwe steeg met huizen of misschien wel een terraske. Vanuit de steeg kom je op de Oranje Wal en dan is het nog even een liet stukje kuieren, want je op de Korenmarkt stienen in het winkelcentrum.